Nou, wij kopen jonge Belgische blauwe kalfjes, meest bij hobbyisten die vanuit hun passie de dieren laten geboren worden. Maar de stiertjes, daar kunnen ze zelf niks mee. Nou, die kopen wij een half jaar uit bij de moeders uit de wei. En die, dat is een exclusief stukje ras. Het ras waar het meeste vlees per kilogram gewicht aan zit. En die laten we hier anderhalf jaar groeien. Ze krijgen veel ruimte. We houden ongeveer de biologische norm aan qua ruimte. En dan, doordat we ze veel ruimte geven en gezond voer, is ons antibiotica gebruik bij ons eigenlijk nagenoeg nul. Eigenlijk helemaal nul al jaren. Dus het is een heel gezond stukje vlees. Iedere donderdag gaat er een dier weg. Een stier wordt dan geladen. De volgende dag op vrijdag kunnen we hem ophalen bij het slachthuis. Dan wordt hij op maandagmiddag uitgesneden door onze eigen slagers. En dan gaat hij 2 weken in het vacuüm in een soort rijpingsfase. En na die 2 weken gaan we hem aanbieden in de toonbank. En dan kun je eigenlijk geen mooier stukje vlees hebben. Nou ja, de korte keten ben ik met gestart omdat ik zag het verschil tussen de prijs die wij kregen als we de dier verkochten aan de handel en de prijs die mensen moeten betalen bij de slager of de supermarkt. En daar zat zo'n gat in dat ik dacht van ja, daar moeten wij zelf in kunnen kruipen.